Hi allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Vorige week was ik ziek, daar heb ik niet zoveel kunnen filmen. Dus het gaat vandaag iets beter en ik heb ook even besloten dat... Ik had al gisteren in bed een goed gesprek met mijn vriend, met heel... over hoe ik nu een beetje mijn leven moet indelen. Dan haalt ook iets van, je hoeft echt niet meteen op zoek naar een nieuwe baan. Het maakt me echt oprecht niks uit, zeg maar, weet je wel. Dat je nu geen geld verdient. Dat je gewoon even de tijd neemt om even uit te rusten. Je hebt echt een rotperiode achter de rug. Maar ik zei wel van, ja, ik wil wel gewoon iets nuttigs doen met mijn dagen. Dus daar hadden we een beetje een gesprekje over. Dus ik had echt goede motivatie vanochtend. Weet je, ik ben natuurlijk ziek geweest, dus dat is logisch. Maar hij is ook zo lief daarin, dat hij dan zegt van, ja, je was ziek. Het is logisch dat het even irritant was, weet je wel. Dat je niet kon doen wat je wilde. Maar ga inderdaad morgen lekker op tijd opstaan. Ga lekker naar buiten. Nou, wel echt een superleuk gesprek over. Echt fijn, want af en toe heb ik dat heel erg nodig. Dus ik begon de dag ook echt met, oké, ik sta op tijd op. Ik ga meteen de vaatwasser uitruimen in plaats van dat ik de hele tijd denk, ik moet de vaatwasser nog uitruimen. Meteen even de keuken schoonmaken. Lekker eitje koken als je er zin in hebt. Ik ben soms gewoon zelfs te lui om een ei te koken. Het is echt zo irritant. Ik heb echt zo'n hele pittige, gemotiveerde kant, maar ook echt een luie kant. Kijk gewoon even tv als je dat wil, maar één dingetje en stop dan. Ga lekker nu sporten. Je hoeft niet per se te douchen voordat je de deur uitgaat. Dus ik heb nu gewoon mezelf lekker gewassen, niet gedoucht. Ga lekker weer lopen naar de sportschool. Ga sporten. Dus nou ja, krijg een beetje een ritme, weet je wel. Zorg gewoon dat je lekker veel gedaan krijgt op een dag. Want het is echt een drama op dit moment. Dus dat. Dus ik ga even zo'n buideltasje omdoen. En lekker weer naar de sportschool lopen. En niet bang zijn dat ik nog ziek ben. Ik ben nog steeds niet helemaal fit, maar ik ben gewoon oké genoeg. Het is al 12 uur, dus het is helemaal niet heel vroeg hoor. Maar eigenlijk wil ik dit dan echt om 10 uur doen, wat ik nu doe. Dat je gewoon lekker om 11 uur terugkomt en al lekker buiten ben geweest en dingen heb gedaan en zo. Even de robotstofzuiger aanzetten. En dan ga ik. Ja, dat was heerlijk. Het is 2:30. Ik heb echt honger. Terwijl ik al wel een broodje ei op heb. Lekker simpel, gewoon een broodje met ei. Het was heerlijk. Het is echt dat lopen erheen. Ik heb terug gewoon gelopen, niet gerend. En heen maar de helft gerend of zo. Maar het voelt zo goed. Ik was al helemaal heet toen ik aankwam, zeg maar. En ik merk dat ik ook meer tijd neem voor mijn oefeningen of zo. Als ik ervoor heb gerend. Ga ik nu lekker douchen. En dan ga ik daar denk ik even lekker op de fiets naar de Lidl. Boodschappen doen. Lekker koken voor vanavond. Ik heb ook heel erg zin om iets van een bananenbrood te maken. Of een soort van avocado taart of zo. Een soort van gezonde, weet je wel. Maar ik ga nu even wat eten. Wanneer je mega veel zin hebt in avocado, ze zijn allemaal hard. Ik heb zin om naar een markt te gaan, maar ik wil niet met de auto. Volgens mij is er geen markt vandaag. Ik moet trouwens wel echt een andere sport rijden. Dit is wel heel lelijk hoor. Nu weet ik dus niet wat ik moet maken. Ik heb al ei gegeten. Ik heb al brood gegeten. Ik heb geen zin in yoghurt. Dit is altijd een beetje zo irritant. Een restje taco vulling. Weet je waarom ik geen yoghurt wil eten? Het vult niet bij mij. Het vult gewoon niet, maar ik ga het toch doen, denk ik. Want wat moet ik anders eten? Yoghurt met een banaantje, aardbeien, muesli. Mega zin in een stukje geitenkaas. Maar kijk hoe goedkoop. Bij de hoofdvliet gekocht. Geitenkaas is bijna nooit een aanbieding. Om door te sporten, dan krijg ik echt zoveel zin in geitenkaas. Okay, ik heb gekozen voor alleen maar natuurlijke producten. Ik heb dat de laatste tijd ook een beetje het idee dat ik het gewoon fijn vind om... Minder bewerkt voedsel ook nog eens eten. Toen dacht ik muesli is bewerkt. Dus ik heb gewoon banaan, aardbeien, een paar blauwe bessen. En een zakje met dit soort dingetjes. Die had mijn schoonmoeder laatst gegeven. Beetje wat nootjes en zo. En dan deze yoghurt. Lekker, healthy. Het is inmiddels 4:00. Ik heb helemaal heel even geëdit. Ik moet wel zeggen. Mijn motivatie was goed. Ik dacht, we gaan ervoor vandaag maar. Ik heb iets meer tijd nodig dan ik wil, denk ik. Daarom ben ik wel blij dat ik de dag zo goed begonnen ben. Nu ben ik echt helemaal kapot al sinds ik terug ben van sportset. Ik hoop dat ik snel weer oud ben. Nu ga ik lekker op de fiets naar de Lidl. Ik merk als je buiten bent, dan gaat alles altijd wel. En hij heeft dus een deur erin gezet. En ik had dit ook nog niet eens laten zien. Dit is het kantoor nu, de laatste troep. Maar kijk, daar zie je die sierrand. Dat is dus gewoon piepschuim waar ik het laatst over had. Heeft hij daar opgeplakt. Dus dit is het kantoor nu. Ik wil trouwens even deze gepofte notenzwaden proberen. Die ik vorige week heb gekocht bij Xenos. 100 calorieën zitten er in deze zak. Maar ik weet niet hoeveel erin zit. Dus dit zijn bloemzaden. Super vaag. Is dat gezond? Van haar rijst. Oh my god, dit is geweldig. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
Oh. 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 Dan smaak ik daar poep. Oeh. Hoehoe. Het poepsmaakje is maar heel minimaal. Dus eigenlijk eet ik nu bloemzaadjes. Dus weet je, alsof je in de oorlog zit. Je bloembollen gaat eten. Het is bijna, maar eigenlijk is het alleen lekker door de crunch en het zout. En als je wel goed poep smaakt, is het een beetje naar poep. Of zo. Ik kan niet uitleggen. 78% lotus seeds popt. Popt. 21% olijfolie en 1% zout. Himalaya zout. Zout. Het is dus wel echt goed te doen als je de nasmaak negeert. Kijk, het ziet er wel cool uit. Zien jullie het? Nou, ik ken het niet hoor. Zie je wel? Ik vind het best lekker. Gewoon die laatste smaak negeren. En volgens mij is het dus ook gezond. Een soort van. Nou, ik vind het wel leuk. Of zo. To be continued. Ik heb nog 2 zakken. Oké, okay, doe nu ga ik echt maar een niddel. Oh, zoete. Maar dan zoete man. Oké, zodra ik in de winkel was, wilde ik echt zo graag naar huis. Mijn energie was al op na het sporten. Maar goed, baby steps. Ik eet een zure mat, want ik heb zure matten gekocht. En in de vriezer gelegd. Dat zag ik op TikTok. En nu ga ik koken. Dit zijn mijn boodschappen. Ik hou echt van nachi peer. Kost wel €1 per stuk. Vind ik best duur, maar het is zo lekker. Boodschappen. Boodschappen. Nou, dit. Niet heel veel. Nachi peren zijn geweldig. Ze zijn zo lekker sappig. Of nou ja, waterig, een soort van hard water, weet je. Het heeft de knapperigheid van een waterkastanje. Wat in de Chinese tomatensoep van Unox zit, die knapperige stukje. Het is gewoon alsof je hard water eet, letterlijk. Knapperig water. Met een heel licht smaakje van peer. Ik ga ervan uit dat heel veel van jullie dit niet kennen. Want vaak als dingen voor mij normaal zijn, kennen heel veel van jullie het niet. Zo juicy. Zo knapperig. Echt niet de lekkerste smaak van de vrucht of zo. Het smaakt eigenlijk niet naar heel veel. Maar ik hou van structuren. Dit gebruik ik allemaal voor de tomatensoep. Honing, tomaten, semi-gedroogde tomaten, parmezaan voor erop, paprika poeder, bouillon, optioneel, knoflook. Hoe kan echt een soep zo lekker worden terwijl je zo weinig gebruikt? Soms vraag ik me echt af van hoe kan dit een mega lekker gerecht worden? Hoe dan? Dit is trouwens geen nieuw recept. Dit recept heb ik al best wel vaak gemaakt. Nou, vaak. Niet heel vaak, maar als ik tomatensoep maak, gebruik ik dit recept. En deze soep had ik ook in de zaak. Toen we nog soep op de kaart hadden staan en hij is super lekker. Dus ik ga het even vertellen hoe ik het doe. Ik gebruik 3 knoflookbollen. Er moeten 4 teentjes in, dus dit is, ik gebruik wel meer. Maar daar hou ik van. Je hoeft niet helemaal te persen, want het gaat uiteindelijk toch allemaal in een staafmixer. Maar wel gewoon in stukjes snijden. Dat is eigenlijk het chillen aan soep, je hoeft niet zo secuur te werken. Ik hou niet van perfect alles in kleine stukjes snijden of zo. Altijd veel te ongeduldig voor. Dus we hebben de knoflook. Dan de semi-gedroogde tomaten. Normaal had ik uit een soort van vers pakje van de Albert Heijn, maar die kon ik niet vinden. 180 gram uitlekgewicht. En ik heb nodig 70 gram. Oh, blijkbaar heb ik niet zoveel nodig. Die olie die daarin zit is vaak ook wel lekker. Maar die ga ik er niet doorheen doen. Nee, ik ga even niet het anders doen dan normaal. Soms doe ik dat wel. Oké, dus dat is een handje zo. Ruikt mega lekker. Semi-gedroogde tomaten zijn zoveel lekkerder dan echte gedroogde tomaten. Die zijn zo hard en heel zout. Dit is echt veel chiller, maar ook wel echt duurder. Die moet je in grove stukken snijden. Eigenlijk is dat het al. Pak ze gewoon nog even een keertje. Er zit dus geen ui in deze soep. Ik ga het in een wokpan doen. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar het lijkt me handig. Olijfolie. Bakken met 2 theelepel paprika poeder. Die pan ging helemaal aanbranden. De wokpan is niet zo handig, dus ik ga even hier doen. 4 tomaten, grof gesneden, de semi-gedroogde en ik stel er 50 gram sterrentomaten. Doe ik erbij. Ik heb 3 minuten bakken ongeveer en dan doe ik er 3 bouillonbollen erbij. En dan 1200 ml water. Ik heb er ook weer lekkere salade bij. Ik heb en bijvoorbeeld mozzarella en burrata. Niet het meest gezonde, maar wel lekker. En allemaal tomaatjes, balsamico, olijfolie.
En zout en peper. Zullen we nog een schuitje balsamico doen? Het is niet in mijn recept, maar ik doe dat volgens mij altijd. En dan met een staafmixer. En gewoon even proeven of alles op smaak is. De staafmixer was kapot, dus hij heeft even een nieuwe gehaald bij de Action. There we go. Ik heb nog wat verse basilicum erdoor gedaan. En ik heb maar iets van 600 ml water gebruikt. Want ik vond het allemaal een beetje veel. En 2 bouillonboekjes, geen 3. Dan doe ik er ook nog wat verse bieslook op en wat parmezaan. Als ik het heb ingeschonken. Nou, zo dan. Fijne rasp is eigenlijk wel wat mooier, denk ik, dan dit. Ik dacht, het smelt minder snel, maar het smelt wel snel. En er wordt ook nog sour cream doorheen, maar dat vind ik niet nodig. Dus dit is het. Ik heb hier nog wat gezout water met bieslook voor bij het eten en onze bolletje. Dan kunnen we lekker eten. Good morning. Ik was een beetje bezig op TikTok. Ik probeerde iets met pink stuff wat niet lukte. En ik heb dit in de vriezer gedaan. Dit is over. Oh, koud, koud. En nu ben ik eggies aan het kochen. Snijden jullie je ei in de lengte of in de breedte? Oh, ik had hem iets langer gaan, want hij gisteren echt te lopend was. Oh, hij is best wel perfect. De dooier is gewoon heel licht. Ik dacht dat hij te lang was, maar de dooier is very light. Ik kan hem ook juist zo snijden. Nee, dat doe ik eigenlijk. Dan heb ik eigenlijk zo'n vies eiwitkontje. Wat ik nu heb gedaan. Dat is niet lekker, vind ik. Ik hou niet zo van eiwit. Terwijl dat wel het gezondste is. Volgens mij heeft iedereen dat hij als kind alleen maar eiwit lust. En nu juist het eigeel heel lekker vindt. Of niet. Ik weet toch wel dat niemand gaat reageren op deze vraag. Dat ik te veel vragen stel. Maar ik vind het echt leuk om dat te weten. Nee, zout en peper had ik er al onder gedaan, dus dat hoef ik er niet meer op te doen. Als ik jou moet verliezen, je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Lekker broodje, lekker, lekker. Alright, ik ga even mijn nagels doen, want het is nog niet heel heftig, maar het is niet meer mooi, dus ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Oh my god, ik dacht echt dat ik gek werd. Het was helemaal mislukt, dus ik denk, ik moet zo de deur uit. Maar blijkbaar had zij het dus totaal verpest en hebben ze het helemaal opnieuw moeten doen. En nu is het goed. Maar het was echt verschrikkelijk. Ik heb daar 2 uur gezeten. Daarom heb ik altijd pech met dit soort dingen. Hallo allemaal. Ik zit op dit moment niet echt in een leuke fase van mijn leven. Ik ben niet echt de vrolijke Charlotte. Ik ben echt lichamelijk en geestelijk niet zo blij. Echt, heel en ik moesten zelfs gisteravond gewoon lachen omdat het zo niet mij is, zeg maar. Maar hij is zo lief. Het is... Oh, ik krijg trouwens een heel schattig kussentje van hem. Ik had ook helemaal geen zin in Valentijnsdag. Ik heb helemaal geen zin in leuke dingen. Ik ben gewoon helemaal niet mezelf. Ik krijg dit mega schattige kussentje. Ik zei, we hoeven niks met Valentijnsdag te doen. En dan vind ik het zo lief dat hij toch iets doet. Ik ben echt... Ik hoop dat het niet heel lang meer duurt dit. Ik weet dat je jezelf ook de tijd moet geven, maar... Ik weet ook niet wat beter is. Moet ik nou juist wel elke dag alleen maar op de bank gaan liggen en tv kijken en niks doen met mijn leven? Volgens mij is dat niet goed. Wat ik nu doe is eigenlijk een soort van heel streng voor mezelf zijn van oké, je bent weer niet om 9 uur opgestaan, maar pas om 9:45. Ja, je hebt weer niet dit gedaan, oké, je bent weer aangekomen. Ik ben echt heel negatief, maar kijk, dat aankomen word ik ook helemaal gestoord van. Gewoon helemaal gek van. Ik voel me gewoon echt niet lekker in mijn lichaam. Ik heb morgen weer een afspraak met vriendinnen afgezegd, maar letterlijk na het haar wassen ben ik al moe. Ik heb nu besloten om wel te douchen voor het sporten, want na het sporten dan nog moeten douchen vind ik eigenlijk super irritant. Moet je weer helemaal, dus ik heb gewoon nu lekker al mijn haar gewassen. Maar ik heb alleen maar zin om nu op de bank te ploffen. Het is echt niet chill. Ik hoop dat het snel voorbij gaat, want zo ben ik helemaal nooit, dat weten jullie ook. Gewoon, je bent zo lang, zo intensief bezig geweest met een project, dat je dan nu echt in een soort gat valt. Ik mis ook echt werk. Ik wil het liefst nu meteen een baan, maar ik wil... Eerst eventjes mezelf terugvinden, tot rust komen. Gewoon, weet je wel, dat vind ik heel belangrijk. Voordat je weer in iets nieuws duikt. Dus dat, en dit waren dus mijn nagels. Het was gisteren ellende. Ik vind de kleur net misschien eigenlijk te zomers. Maar het was echt ellende. Ik heb daar iets van 3 uur gezeten of zo. Ze had helemaal mijn nagelriemen, alles gelakt. Alsof ze gewoon verf op mijn nagels had gegooid. Ze deed over elke nagel... minstens 100 seconden, dat zie je. Want ze deed 1 nagel en dan in de lamp en dan de andere nagel. Ze zat alleen maar zo weg te halen met haar eigen vingers. Wat je zelf doet als je nagels lakt en het gaat niet goed. Het was helemaal scheef. Ik kon wel janken. Ik dacht, oh my god, want het is zeg maar best wel irritant. Je zit er al 2 uur. En dan, ik dacht alleen maar, haal het eraf, ik ga wel weg.
En ze zei ook niet dat ze wist dat het fout was gegaan. Dus toen ging ik naar de baas volgens mij. En die heeft toen alles met zo'n boordje helemaal weggehaald. En helemaal weer zo en alles opnieuw. Drama. Maar alsnog weet ik nu, als mijn nagels gaan uitgroeien, nu lijkt het goed. Maar hier zitten eigenlijk allemaal scheve randjes en zo. Maar voor nu is het oké. En ik heb het lekker gewoon een beetje kort gedaan. Dat vind ik eigenlijk meer mezelf. Ik weet dat jullie het altijd leuk vinden als ik mijn nagels goed verzorgd heb. Maar ik vind dit is ook verzorgd. Ik vind het zelf ook chill hoor. Als je gewoon op social media zit en zo. Je ziet zo vaak je nagels dat het gewoon verzorgd moet zijn. Maar ik vind dit gewoon goed. Dus ik moet trouwens ook editen. Morgen moet de vlog online. En aangezien ik nu nog heel moeig ben, denk ik dat ik dat heel even eerst ga doen. En dan gaan sporten. Maar het is inmiddels al 1 uur, dus ik moet nu wel gaan. Ik heb geëdit en ik heb een TikTok afgemaakt. Yay, met dit. Ik moest mijn hoofd nog filmen voor het eindresultaat. Dat heb ik net gedaan en online gezet. Ik wil wel gewoon TikToks maken voor kleine random dingen. Ah, koud. Klinkt alsof er een dier in de vriezer ligt, horen jullie dat? Is dit? Kennen jullie deze TikTok al? No. Ik heb wel lekker gesport. Het rennen ging echt weer slecht, maar het boeit niet als je maar beweegt. En mijn orange fit is er. Dit is gisteravond besteld. Ik dacht oké, laat ik gewoon weer een keertje afvalshakes proberen, maar dan niet als eten. Niet drastisch, maar gewoon 1 keer per dag. En toen zag ik eigenlijk meteen dat dit nummer 1 consumentenbond was. En ik geloof wel in consumentenbond. Tests. Dus ik ga het even met jullie samen testen. Wel cute. Ik zag al op internet dat ze je naam erop schrijven. Dat is wel schattig. Het is gewoon zelf gekocht. Het is best duur. 32 euro voor zo'n zak. Mijn probleem is dus de laatste tijd niet eens meer gewoon dat ik van eten hou. Maar ik heb oprecht honger. Gewoon. Ik kan niet 5 uur lang niks eten. En als ik dan een appel eet, heb ik nog steeds honger. Maar ik ben nooit zo dol op shakes. Het ruikt een beetje naar thee. Oh ja, er zit ook thee in. Zo ziet het eruit. Ik ben echt heel benieuwd. Zit er wel een scoop bij? Ik heb nog een beker van Naturally Fit gevonden. Ah, het zit helemaal onder. 2 scoops, dat is echt veel. Oh, het lijkt wel een soort zandkasteel bouwen. Oké. Dus 300 milliliter water. Best veel, 2. Hoe kan je hier lang mee doen als je 2 van zulke enorme scheppen erin doet? Ziek veel. Wat ik dus chill vind aan een shake is dat het best wel veel is. Best wel een reep bijvoorbeeld. Letterlijk na 2 happen is hij al op. En dit is wel veel en het vult doordat je heel veel water drinkt. Dat vind ik altijd goed hieraan. En daarom hoop ik dat het gaat werken. Het ziet er echt zo goor uit dit. Oké. Het gevoel dat je lekker veel hebt vind ik altijd fijn. Dat je niet denkt, oh na 2 happen is mijn maaltijd alweer voorbij. Hier kan je wel gewoon even mee doen. Mijn geheugen was vol, dus moest ik 20 minuten wachten met 142 beelden inladen. Dus het zit nu al 20 minuten in deze beker. Ach ja. Het lijkt me dus lekkerder met amandelmelk of zo, maar als je wil afvallen, kan je het beter met water doen. Nou, daar gaan we. Ik heb ondertussen pas mijn TikTok geplaatst van de zure mat. Ik vind hem echt zo leuk geworden, maar volgens mij op TikTok werkt het zo dat als je een super random video plaatst zonder liefde, dan wordt heel veel bekeken. Ik heb helemaal geen volgers op TikTok, ik heb er 310. Maar mijn Pink Stuff video die nergens op slaat is dan 14.000 keer bekeken. Okay, dat is echt een drama. Die ziet mij niet eens. Het slaat helemaal nergens op. En die zure matten nu pas 3 keer. En die blueberry yoghurt staat er al een paar uur op en die is maar 190 keer bekeken. Dus ik heb echt geen idee hoe het werkt. Maar ik vind het wel leuk. Oeh! Ik schrok van de kleur, joh. Jeetje, veel hè. Ik dacht dat het paars zou zijn, maar het blauw. Wow! Dit heb ik dus altijd hè. Zonder dat je het expres doet, gewoon perfectie qua hoeveelheid. Zo, dit is echt heel veel. Maar dat vind ik dus een heel chille gedachte in mijn hoofd. Weet je dat je geen humor krijgt of zo? Oeh. Oh, prima. Nog een kattenhaar, lekker. Je proeft wel die poedersmaak van de shake en je proeft groene thee. Het is heel raar. Omdat ik het heel snel zat ben. Nu vind ik het prima. Maar je proeft zo'n soort... Dat is wel grappig, want het heeft een beetje iets weg van een matcha latte. De nasmaak. Maar die nasmaak van zoetstof, denk ik. Een poeder, die is gewoon niet lekker. Maar dat hou je bij elke shake, volgens mij. Het wel qua smaak wel... Ik heb niet echt amandelmelkbehoefte of zo. Ik vind het waterige gedeelte eraan best wel lekker. Maar op het einde heb je gewoon dat wat je ook aan de rand ziet, zeg maar.
dat poeder, dat is gewoon niet zo lekker. Wat je ook hebt in een maaltijdreep. Maar ik denk echt dat elk merk dat heeft. Dat is prima. Ik vind dat groene thee erin eigenlijk wel lekker. En dat is niet heel dik. Nou, ik ben zo benieuwd hoe erg het gaat vullen. Nou, ik heb hem echt wel 5 minuten over gehad om op te krijgen. Door de poeder heb je wel meer eetgevoel. Maar zonder bij shakes, vind ik gewoon dat je... Nu zit je dus wel vol. Maar je hebt gewoon vet veel zin in een broodje ei of iets lekkers. Ik vind het zo zonde van je eetmoment. Aangezien ik dus zo erg van eten hou, wil ik gewoon genieten van het eten. En hier geniet ik echt totaal niet van. Echt niet. Omdat ik gewoon van hartig eten hou. Dus dat is het. Maar ik ben wel benieuwd hoe lang het vult. Alleen het is wel laat, want het is 4:15. Dat is niet echt het juiste tijdstip. Maar goed. Ja, ik ben net wakker en ik ga lekker het Bachelor kijken. Daar heb ik zoveel zin in. Bachelorette. Oh, de eerste vaatwasser uitremmen. Breakfast time. Ik doe het maar even in de blender. Dan wordt het net iets luchtiger of zo. Oké, cheers. De Gymshark dingen zijn bezorgd. Echt super crappy verpakking. Ik ben wel benieuwd ook of ik de goede maat heb besteld. Ik ben voor een L gegaan. Meestal heb ik L. Het is mega duur, hè? Dat is gewoon €108 prijs voor 2 leggings. Dan was er ook nog korting op. Het is in ieder geval het goede stofje. Ik heb er dus eentje maar kunnen vinden met zo'n bil samenpers effect. Dat is deze. Het is wel een dikke stof. Ik weet niet hoe stretchy die is. Want als je dit zo ziet, denk je, hij is echt te klein. Maar er zit, neem ik aan, veel stretch in. Oh, hij is niet zo lang. Oh, dat vind ik wel heel jammer. Kijk. Heel benieuwd. Het is wel echt een hele stevige stof. Mijn favoriete leggings op aarde waren dus die van Chiquel. Maar die bestaan niet meer. Daar hebben ze nooit nieuwe van gemaakt. Ik weet niet waarom. Die waren fantastisch. En ik heb sindsdien nooit meer echt fijne leggings kunnen vinden. Het is wel vrij dik. Normaal heb ik dunnere stofjes, maar misschien is dat juist heel mooi. Deze heeft gewoon een normale achterkant. Ik kon er maar eentje vinden. Met zo'n beeleffect. Oh, ik ben wel heel benieuwd. Maar ik ga ze niet nu pas. Ik ga ze straks pas, ja? Maar kijk dit. Oké. Alright, ik had op Instagram gevraagd wat het lekkerste recept is voor bananenbrood. En de eerste reactie was deze, dus die ga ik maken. Ik heb niet volkoren tarwemeel, maar... volkoren speldmeel. Nou, volgens mij is dat prima. Ik heb geen havermoutmeel, maar ik heb havermout. Wat grover volgens mij. Ik heb geen amandelschaafsel, maar dat maakt niet zoveel uit. Bakpoeder heb ik. Vanille-extract heb ik. Dadels heb ik. Bananen heb ik. Eieren heb ik. En zout heb ik. Deze dadels staan dus iets van een jaar in mijn koelkast en ze zijn nog steeds goed. Weird. Nu echt voor het eerst opmaken. Dat is toch gewoon goed? Ja, die dingen zijn super lang houdbaar. De bezorger is er. Yay. Mijn Maggi Mix is er. Maar ik heb hem niet nodig voor bananenbrood. Maar yay. Ik heb dus nooit, zeg maar, ook maar iets hiervan gebruikt in de zaak. En dat ga ik hier denk ik ook niet gebruiken. Dit is wel handig. Het zijn wat kleinere. Voor als je bijvoorbeeld wat kruiden wil hakken. Maar ook die gebruik ik eigenlijk nooit. Ik deed eigenlijk altijd alles gewoon in de grote. Dus gewoon deze met die... het grote hakmes. Heerlijk. Je krijgt echt alleen al om knoflook en kruiden te snijden. Het is gewoon geweldig. Ja, ik heb nu Maggi Mix, dus ik doe het lekker met mijn Maggi Mix hoor. Alright, hij is klaar. Ik heb er nog een blauwe bessen doorheen gedaan. Heel kort meegemixt, dat ze niet helemaal kapot zijn. En ik had eigenlijk zin om het in cupcake vormpjes te doen, zodat je meteen gewoon stukjes hebt. Moet ook wel lukken, toch? Ik heb echt honger. Die shake vult voor geen meter trouwens. Het is niet aan mij besteed, maar ik geef het niet op. Ik ga het gewoon blijven proberen. Je lichaam moet er gewoon aan wennen. Ik heb sowieso echt drama, zeg maar. Ik zit eigenlijk echt pas vol als ik een boterham of zo eet. Dus, maar dat is gewoon gewenning. Ik las net in haar recept dat havermeel dus inderdaad gewoon gemalen havermout is. Dus ik had eigenlijk eerst die havermout even moeten malen. Dat heb ik nu niet gedaan. Maar zo'n Maggi Mix is heel goed. Dus ik denk dat het, ondanks dat het al in de dikke brei zat, zeg maar, dat het wel fijn genoeg is geworden. Zo ziet het er wel uit. En volgens mij... ik weet niet of het nou lekkerder is als je alles met de hand doet dan als je het... er zit trouwens geen zelfrijzend bakmeel in, dus ik ga ervan uit dat het niet echt gaat rijzen. Maar ik weet niet of het met de hand lekkerder is. Soms is zeg maar, voor bij een yoghurtdip of zo vind ik het ook lekkerder als je het met de hand allemaal snijdt en zo. In plaats van heel fijn met een keukenmachine.
Maar bij dit lijkt het me toch dat het extra lekker luchtig en zo wordt. Dat die ei is lekker opgeklopt. Maar ik heb geen idee. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Al echt een week. Alright, ik hoop dat ik het niet te zwaar heb gemaakt door zo'n stuk banaan of zo'n klein muffintje te leggen. Maar hij gaat op 180 graden in de oven. Oh my god, ze rijzen. En ze zijn echt mega pretty. Wauw. Oké, snel dicht. Look how cute. Ik heb er al eentje uitgehaald. Ik had zoveel honger, het is niet te doen. Ik heb iets te veel zout gebruikt. En ze maken wel echt gezond. Ik weet niet, ik heb wel moeilijk om mening te geven. Maar ze zijn gewoon prima, gewoon lekker. Het is wel echt heel pretty en ze gaan er heel makkelijk uit. Alright, ik heb niets anders gedaan dan wat ik heb gefilmd. Ontdekt dat Firefly Lane seizoen 2 er was. 2 afleveringen gekeken, groentesoep gemaakt en dat gegeten. Samen met Therese Rotti van gisteren en HD eten zonder nog met je ouders. En ik wil steeds meegaan, maar ik vind het gewoon heel chill om gewoon... een super lange dag te hebben daardoor. Hij komt pas 8:30 thuis. Dus dan helemaal niks. Dus dat heb ik net gedaan. Maar ik voel me zo lui dat ik dacht ik ga heel even rennen. Ik heb de broek aangedaan. Laat het morgen wel zien, want nu zie je helemaal niks. Ik vind die met kont streepje zeg maar net iets minder chill zitten. Het zit zeg maar bij mijn benen eigenlijk wel goed. Nou, misschien zouden ze officieel zeggen dat het een maat te klein is. Maar ik hou er wel van. Het zit gewoon lekker strak. Maar het is echt een ander... Gewoon, ik ben het helemaal niet gewend, joh. Het is zo'n dikke stof. Hij is helemaal niet te kort. Het is mega stretchy. Het doet niks voor mijn kont of zo. Echt totaal niet. Maar het zit wel lekker. Ik snap op zich wel dat mensen het chill vinden. Maar het chill vinden is dat de band... Het is zo'n dikke, hoge stof dat hij dus dubbel klapt. Dus ik vind het niet per se geweldig. Maar omdat ik gewoon geen andere broek heb, hou ik ze wel. Maar ik vind die zonder kontstreepje net iets lekkerder hier zitten. Ik ga heel even 10 minuutjes rennen. Aangezien rennen zo slecht gaat dat ik echt wel wat conditieopbouw kan gebruiken. Even de stofzuiger aan doen. Nou, zie ik jullie morgen denk ik weer. Vandaag doe ik er lekker extra, echte blauwe bessen bij. En wat extra water. Ik wilde er dus eigenlijk mee stoppen. Want ik fart zoals ik nog nooit in mijn leven heb gefart. Ik word er helemaal gek van. Maar als het vandaag weer zo erg is, dan komt het echt hierdoor. Ik weet het eigenlijk nu al bijna zeker. Door dat erwteneiwit. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik word helemaal gek. Maar het belemmert je ook echt. Maar toch wil ik het wel volhouden, dus dan moet ik eerst op zoek naar een ander merk. Lekker koud zeg, wow. Ik heb niet echt verschil met de blauwe bessen, maar ja, iets minder zoetstofferig misschien. Gisteren en eergisteren zat ik totaal niet vol, had ik alleen maar super veel zin in ongezond eten hierna. Maar ik moet het een kans geven. Dit is pas 2 dagen. Ja, die gasvorming is echt niet chill. Niet te doen. Echt extreem. Oké, ik ga even dit lekker opdrinken. Dit is de legging. Hij zit dus hier. Nu is pas... Snap ik al die, zeg maar, het geeft echt zo'n figuur wat je bij al die mensen ziet. Zo heel breed en dan hier heel smal, want hier zo'n mega strakke waistband zit. Zo grappig, mijn trui zit ook los, omdat dit het zo strak trekt. Maar hij is misschien dus net te klein, maar ik weet niet of een maat groot beter zou zijn. Kijk, hier zit dus dat bilstripje, maar die doet helemaal niks. Die trekt het helemaal niet tussen je billen of zo. Maar ik vind de stof wel gewoon mooi. Maar het is niet dat hij me echt, zeg maar, ik doe nu niks, dit is gewoon mijn bil. Maar het is natuurlijk best wel strak, dus hij trekt eigenlijk je huid ook plat. Dus nou ja, ik weet niet. Ik hoef ook niet een mega bil hoor. Maar het is natuurlijk wel mooi om een beeld te hebben. Wat ik wel chill vind is dat het hier helemaal niet lelijk zit ofzo. Soms zie je hier echt van die lijnen en dat heeft dit niet. Dus de stof vind ik echt super mooi. Hij is niet te kort. Dit is die andere trouwens. Dus die ik niet met rennen aan had. En het rennen was echt geweldig gisteren. Het is tijd om de IKEA melk uit te proberen. En ik heb echt een andere sporttrui nodig. Ik vind hem zo lelijk en ik heb hem elke dag aan. Deze broek zit eigenlijk strak, dus ik twijfel of ik nu al in deze broek ga sporten. Het is zo strak. Bij mijn buik, bij die band. Die band die keelt me. Vooral met het opgeblazen ertenlichaam. Oké. Het valt nu trouwens nog mee met de shake. Ik ben benieuwd, hij stond dus niet in de koelkast, dus vaak is het wel beter als het koud is. Koffie. Maar hoe grappig is deze crappy verpakking? Wow, het apparaat draait. De camera. Er zit water, 10% haver, raapzaadolie, zout en zuurteregelaar, tricalciumfosfaat, calciumcarbonaat, D-calciumfosfaat, vitamine D2, riboflavine en B12. Er zit best wel veel in. Ik vind het trouwens deze koffie super lekker. We hebben echt onwijs veel koffies geprobeerd. Dit was een soort van, omdat er even niks anders was. En het gaat een beetje naar chocola, maar ik vind het allebei heel lekker.
Misschien is dat nog een leuke tip. Als je ook bonenkoffie hebt. Maar ik denk dat niet heel veel mensen bonen hebben. Maar ik weet niet. Let's foam de melk. Hij werd veel te heet. Oeps. Nu is hij gekookt. Nu is al het schuim weg. Maar het ging sowieso niet heel lekker, het schuim. Dat merkte ik al. Oké, ik heb nu letterlijk geen schuim. Ik heb hem verpest. Maar dat is mijn eigen schuld. Maar hij schuimde minder goed dan Oatly. Maar nog steeds vind ik dus die je natuurlijk weer niet bij onze Jumbo hebt. Want niks heeft onze Jumbo. Dat vind ik al. Van dat gewoon het hele bekende merk. Waarvan je denkt, dat is echt niet goed. Die. Campina, volgens mij. Die vind ik dus echt... Eeuw, dat doekje stinkt. Eeuw. Ja, die vind ik dus het beste schuim hebben eigenlijk. Ik ben er nog niet echt over uit. Ik denk dat ik hem wel minder lekker vind smaken ook. Ja, beter, anders moet je elke keer melk bij de IKEA halen. Ik ga nog even Firefly Lane kijken voordat ik ga sporten. Alright, daar ben ik weer. Ik ga eventjes dus van de kokende zussen muffins maken van avocado. En het bevat 200 gram havermout, 8 gram bakpoeder, 1 avocado, 100 gram bosbessen, 3 eieren, 3 eetlepels honing en 1 theelepel vanille extract. Maar ik denk dat ik dus in plaats van 3 eetlepels honing 1 banaan ga proberen. Want als ik naar de ingrediënten kijk, dan lijkt het best wel op die dingen van gisteren. Denk ik, dan moet het toch wel gewoon lukken. Ik heb nog niet gesport, maar ik heb 1,5 uur geleden mijn shake genomen, denk ik. Ja. Als ik nu gesport, krijg ik echt honger dat ik bak eerst in mijn vins. Ga ik wat later sporten. Ik zit alleen maar lekker te chillen. Ik voel me wel beter of zo in mijn vel. Ik ben gewoon wat happier. Ik denk ook door het rennen, door de krachttraining en door het bakken. Daardoor voel ik me gewoon weer blij. En ik ga alles weer lekker in mijn Maggi mix doen. Dat vind ik ook helemaal leuk. Ik heb wel echt iets van een statief nodig of zo om hier beter te kunnen filmen. Let's verzamel alles. Ik ben helemaal obsessed met gezonde dingen. Zeg maar gewoon wel genieten van lekkere dingen. Maar gewoon natuurlijke gezonde producten. Dat is toch echt top. Wat trouwens ook heel blij maakt zijn de reacties op YouTube. Ik had dus gezegd dat ik comments heel leuk vind. En daardoor krijg ik meer comments of zo. Mensen plaatsen steeds langere comments. Ik ga niet helemaal steeds uitgebreid antwoorden op de comments. Want dat is, ik weet niet... Vind ik minder chill of zo. Maar ik lees het wel. En ik vind het echt heel leuk. Nou ja, in ieder geval, ik vind het echt mega lief. Ik vind het echt geweldig. Doet me zo goed. En mijn TikTok van die zure mat. Waar is de pit? Die is ook echt al... Waar is de pit? Is dit een pit? Nee. Die is 25.000 keer bekeken. Superleuk. Dus ja, ik merk dat ik daar blij van word. Aangezien ik natuurlijk nu niet echt op mijn best ben, word ik eigenlijk wel blij. En dat gezonde doet me goed. Ik merk echt nul resultaat, maar dat maakt niet uit. Je moet echt geduld hebben. En al zie je geen resultaat, ben je alsnog gezond bezig. En je moet gewoon geduld hebben, want een levensstijl verandering heeft gewoon tijd nodig. Qua werk heb ik echt nog geen creatieve ideeën, geen passie, geen gevoel van ik wil dit of dat gaan doen. Maar dat komt wel. Dat komt helemaal goed. Ik ga er ook geen pressure op leggen, want als iemand altijd weet wat hij in het leven wil doen, altijd duizenden ideeën heeft, alles wil doen, ben ik het. Dus waarom zou dat nu niet goed komen, weet je wel? Er zit dus alleen maar havermout in. Geen meel. 200 gram. Look the magic. En het is al fijn, een soort van. Ik heb hier dus heel veel avocado's liggen, maar ik wilde dit zo graag een keer testen. En ik was ook heel benieuwd als ik zou ontdooien, hoe ziet het er dan uit? Nou, een beetje bruin, maar ik heb het gisteren al ontdooid. Ik vind het wel meevallen hoe... Nou ja, het is wel een beetje bruin, maar dat was het gisteren niet. Dus dat komt denk ik door het ontdooien. Maar ja, hoeveel gram is één stuk? Hè? Dit is toch meer dan één avocado? Oké, dan gaan we googlen. Ik heb het wel eens vaker gegoogeld, maar dan krijg je met schil erbij. Hoeveel weegt een avocado? 1 stuk 180 gram. 250 gram. Zonder pit en schil weegt hij maar 100 gram. Ik wil eigenlijk meer dan 100 gram. Ik vind dat echt weinig. Verpest ik het. Oh, ik vind het zo raar.
De laatste tijd hou ik dus ineens van bevroren producten. Ik was echt zo'n anti-bevroren product persoon. Echt mega aanstellerig. Als iets bevroren was, dan wilde ik het niet. Oké, 130 gram zit er nu in. En nu ineens ben ik helemaal super enthousiast. Zal ik alles er gewoon in doen? Zal ik het gewoon doen? Of is het dan uit verhouding? Ik ga het gewoon doen, ja? Boeien. Het is wel echt de dubbele hoeveelheid. Ik ga het gewoon doen. Want het gaat me juist om de avocado. Dan doen we nog eventjes 1 theelepel vanille. Trouwens, zo raar dat ze altijd dingen groen maken en dat je dan denkt dat het gezond of biologisch is. Ik dacht dat ik biologische eieren had gekocht, maar het zijn schooleieren. Ik heb trouwens Keuringsdienst van Waarde gekeken over kalverliefdemelk. En dat is dus melk voor kalfjes die bij hun moeder blijven. Nou, dan was de vraag dus hoe lang blijven ze bij hun moeder? 3 maanden. En echt, het klinkt misschien heel erg, maar ik denk dat het nog zieliger is dan dat je een kalfje direct weghaalt. Of even zielig, zeg maar. Wat denken jullie? Want dan zijn ze dus aan elkaar gehecht. En het schijnt ook heel zielig te zijn, zeg maar, het proces van ze na 3 maanden weggaan, dat ze echt gaan huilen en schreeuwen. Het is zo erg, zielig. Dan denk ik, als je je kind na 3 maanden moet afstaan of meteen moet afstaan, wat zou je liever hebben? Ik denk dus meteen. Je wilt allebei, het is allebei verschrikkelijk. Maar oké. Alles zit erin behalve de bosbessen. Even kijken hoe het nu is, de substantie. Het ziet er heel smerig uit. Ik heb trouwens die natuurlijke vanille bourbon. Dus die kost echt bijna 5 euro voor een flesje. Niet die vanille aroma. Ik denk dat ik het laatste beetje havermout nog ook opmaak. Omdat ik net iets meer avocado had gedaan. Dit is heel weinig hoor. Dan is die ook weer op. Ik zou best een kookprogramma willen. Alleen ik hou niet echt per se heel erg van koken. Ik hou gewoon een beetje van bakken. Ik weet niet. Niet echt koken. Maar ook niet alleen bakken. Gewoon random dingen helpen. Goed verhaal, Charlotte. Het is zo'n massief blok. Ja, dat komt niet per se door de avocado, denk ik. Trouwens, avocado is natuurlijk heel vet. Dus avocado is volgens mij gewoon een beetje alsof je er boter in doet. Dadel is een suikervervanger. Banaan ook. Maar banaan is ook volgens mij een beetje een ei-substantie. En avocado is volgens mij gewoon net een soort slagroom. Ik weet het niet. Maar ik had heel graag gewoon echt hele mooie groene cupcakes willen hebben. Dat gaat het sowieso niet worden. Ze zijn echt nog grijzer dan ik nog gisteren door die blauwe bessen. Maar voordat ik die blauwe bessen erin deed, zag het er ook heel ranzig uit. Ik betwijfel of het gaat lukken, jongens. Ik vind de substantie heel apart. En ook... Kijk, het lijkt gewoon helemaal verrot. Super smerig, maar we gaan het er gewoon in doen. De grond ervoor zorgt dat ze niet verbranden en ik heb er vast eentje uitgehaald. Omdat ik zo benieuwd ben. En ik wil niet dat ze droog worden, maar ook niet dat ze niet gaar zijn. Dit is best vies. Het is bitter. Avocado bitter? Het is echt bitter. Gewoon echt heel bitter. Alsof ik walnotenschil eet. Chill. Dit is waarom er helemaal geen avocado recepten bestaan. Gadver, nu is het dus verpest. Zo zonde. Het is heel vies. Alright, ik ben benieuwd of dit wel lekker wordt. Jongens, ik ben nog even naar de Hoogvliet gelopen na het sport. Het sport was mega chill. En toen ben ik opgepikt, dus dat was wel super zwaar. Hoe chill dat de soep al gemaakt is. Heerlijk. We hebben hier lekkere soep en salade met wat mozzarella balletjes, selderij, komkommer, tomaat, olijven, avocado, tomaatjes. En dan hebben we nog gezouten boter met bieslook. Lekkere Italiaanse bollen, de stengels, wat kaas. Helemaal lekker. Misschien om te zingen, maar ik weet niet welk liedje. Haas heeft 10 minuten weg. Ik zing nooit als er mensen bij zijn, dus ik heb 10 minuten om te zingen. Maar welke? Bijna altijd ruzie met elkaar. Nou,
sta nu in Leiden bij Naturalis. Ik ben echt benieuwd. Wow, het is wel tof dat je echt precies ziet hoe groot die hier zijn. Ja, die leeuw vind ik echt super mooi. Wow. Blijkbaar zijn alle dieren hier dus echt dood opgezet. En ik durf het eigenlijk niet te vragen, want ik dacht, natuurlijk zijn ze niet echt. Maar ze zijn dus gewoon allemaal echt. Echt bizar, want ze lijken, sommige lijken best wel nep. Dit was gewoon echt een olifant. Bizar, zeg. En hoe krijg je zoiets ook echt hier? Nou, deze is zo cutie. Kijk hoe lief. Echt bizar hoeveel dieren er zijn. Zie? 17 meter! Nou, je moet echt wel een keer je leven geweest zijn, want daar kan je wel zoveel dieren zien. Diamant. Wow. Niet normaal zo groot. Kijk hoe groot. Kijk deze mega T-Rex. Ik wist niet dat het vroeger tropisch was in Nederland. Mag je als hij groen wordt? Ja, niet, hè? Ja, oké. Waar zijn we? Ik ben echt benieuwd naar dit, als het maar niet een achtbaan is. Gaan we nu met z'n allen in deze capsule? Oh my god, we gaan met z'n allen in de tijd reizen. Gaat deze deur open? Oh my god. Kijk hoe cool. Over 1 minuut kunt u aan boord van onze tijdreiscapsule. Ik wil hierachter. Wow, als we neer storten moeten we de portalbox vinden. En... cool. Allemaal aan boord. Mijn naam is Dave. Ik ben jullie gezagvoerder. Je eigen thee maken, dus je kan er kaneel. Ik heb echt alles gekozen. Ik heb ook nog zoethout. Ik heb er gember, sinaasappel, kaneel en munt en honing in gedaan. Vet chill. Yo, dat heb ik echt nog nooit gehoord van dit. Kijk hoe hoog het hier is. Wajo! Ja, supermooi. Niet meer wachten en dan wordt er in een wip een kind gemaakt. Want wanneer ligt de water, komt de voet klaar met de schade. En een blaadje doet je ook soms uitgestrekt. Ja, met kinderen zijn schapen. Het zijn ratten, echte ratten. Nee. Dit is echt een leuk liedje. Hey jongens, het was echt een leuke dag. Mijn haar. Kijk dit. We hebben lekker boodschappen gedaan. Oh my god. Kijk mijn haar. Kijk. Leuk hè? Hey, even de boodschappen die we hebben gekocht. Even zo lekker snel. Deze lijkt me heel lekker om blauwe bessen mee in te vriezen. Voor een nieuwe on the go heb ik dit. Dit is zo lekker. Oké, eten. Dit is spaghetti met verse pesto, gewoon van de supermarkt. En voor wie het wil weten, dit is ijsbergsla met buffelmozzarella balletjes, zwarte olijven. Dus 2 soorten tomaten, artisjokken uit een pot, zeg maar, met zo'n gekruid. En komkommer en olijfolie, balsamico, zout en peper. En komkommer, had ik dat al gezegd? En bieslook. Lekker.
Hi. Vandaag was dag 5 van de shake en ik vind het oprecht gewoon lekker. En ik heb net weer muffins gemaakt. Ik ben even het gasfornuis aan het schoonmaken. Ik begin echt eindelijk lekker een beetje zo'n thuisritme te krijgen. Dat ik gewoon lekker een beetje wifi-huisvrouwachtig ben. Heerlijk. En hij gaat zo eventjes naar IKEA een kast halen. Die we eigenlijk niet heel mooi vonden, want hij is een soort van vintage nagemaakt. Maar hij is niet vintage, weet je wel. Dus dat vond ik gewoon niet zo mooi. Maar we willen heel graag hier een kast. Ik weet niet waar de keyboard aan kan. Maar hij gaat hem gewoon halen, want anders duurt het allemaal zo lang omdat we niks mooi vinden. Dat is ook zonde. Dus, maar mijn muffins zijn wel goed gelukt. Kijk, dit zijn de muffins. We hebben er al eentje geproefd. Maar ik begrijp het niet. Hoe kan het dat ze bijna allemaal zo zijn en dat er dan 3 zo waren geworden? Dat is toch gek? Dit zijn ze. We vinden ze iets lekkerder dan het vorige recept. Omdat die dadels het eigenlijk zo zoet maakt. En hier zit dus helemaal niks in verder. Maar het is wel gewoon alsof je een boterham of zo eet. Maar ik hou er wel van. Het is echt heel basic of zo. Heel gezond. Maar hij is niet droog, zie je? Ik vind hem wel lekker. Kijk, dit is het recept die ik heb gebruikt. Maar dan hadden we dus geen cacaopoeder. Terwijl ik dacht van wel. En ik wilde er sowieso geen pure chocola in doen. Dus dit is het recept wat ik wilde gebruiken. Maar dan heb ik dus de cacaopoeder weggelaten. En ik vind ze wel echt heel chill. Het is net een beetje zoet door de banaan. En verder smaakt het een beetje broodachtig. Die walnootjes maken het lekker een beetje crunchy. Ik vind ze eigenlijk wel heel lekker. Ze zijn niet droog. Ik vind deze tot nu toe misschien wel het lekkers. Niet boeiend, maar gewoon heel chill. Ik had trouwens geen amandelmelk, maar deze melk. Die zag ik bij de Jumbo, nieuw. Kost volgens mij 2 euro. En dit is dus heel grappig. Kan je makkelijk zelf maken, I know. Maar het is alleen maar water met 15% oat. Verder zit er letterlijk niets in. Nou, daarom heb ik deze dus gemaakt. Ik vind ze super lekker eigenlijk. Ja. Ik neem net een slokje hiervan. Ik had hem nog niet geproefd. En het is zoet. En haver is niet zoet. Hoe kan dit? Ik voel me opgelicht. Dit kan toch niet? Ik weet dat er wel suikers in haver zit sowieso, die vrijkomen. 6,6 gram, maar het smaakt super zoet. Kan iemand me dit ook uitleggen? Hoe kan dit zoet smaken als het alleen maar haver met water is? Misschien zijn daarom die muffins zo onwijs lekker geworden. Doe deze. Hi, ik heb net pas mijn haar gewassen. Het is al bijna 2 uur. Maar ik wil dus nog tegen jullie zeggen dat de farts... Ik ben echt te eerlijk, maar oké. Die komen denk ik niet door de shakes. Want ze beginnen pas in de avond. En ik wil nog iets too much information tegen jullie zeggen. En dat is dat ik gewoon... Als ik wakker word, al 3 dagen volgens mij kan ik meteen naar de wc. Als je snapt wat ik bedoel. En dan zeg maar na mijn shake. Of na mijn koffie. Of gewoon überhaupt een uur daarna weer. Gewoon 2 keer. Terwijl ik soms dagen niet echt kon. Nou, dat had ik sowieso nooit echt meer. Nu, ik wist dat ik niet echt zo aan lactose kon. Maar... wel alsnog een beetje gewoon niet helemaal zoals het hoort. En nu gaat dat mega goed. Dus het komt denk ik echt door of de shakes of dat ik... Ik eet wel echt oprecht heel gezond. Dus chill. Ik ga nu pas koffie drinken. En we hebben dus nog tomatensoep over groensoep. Dus ik ga tegen mijn ouders... ga ik gewoon zeggen... ga ik vragen of ze een lekker soepje willen. En dat ze dat wel lekker vinden. En de zon begint ineens te schijnen. En de kast die we dus willen gaan kopen... haast het me allemaal foto's te sturen... Hij is wel echt mooi. Hij is gewoon iets te gepolijst ofzo, maar het is deze. Hij is 430 euro. Voor IKEA is het toch best prijzig. Maar hij is echt wel mooi. En als ik dan kijk naar onze muur daar, denk ik van ja, dat is denk ik wel een mooie match hoor. Alleen het wordt wel heel veel kleur hier. Want we hebben dus roze naast die bank. Nou ja, het wordt niet heftig denk ik. Het zijn wel veel verschillende kleuren. Maar ik denk dat we het gewoon moeten doen. Oké, we hebben even een testpanel erbij. Ja. Waar ik een hapje van heb gegeten, hoef je niet te eten. Maar je mag het proeven. Ik zou niet zeggen van elke winkel het komt. En jij mag ook sojasaus als je wil. Ja. Wat is er? Mama, je moet ook eentje proeven. Zie ik grote bol met rijst. Dan... Nou, ik heb wel lekker sushi gegeten. Ja, fijn. Ik hoef die dingen niet. Wat vind jij hiervan? Ik vind dat het er behoorlijk onsmakelijk uitziet, als ik eerlijk ben. Dat ze 5 muffins op maken. Nee, ik heb iemand comment, ik hou van jouw ouders. Ik heb er heel gefilmd dat iemand... Wie iemand? Mensen zeggen heel veel comments dat ze van onze familie, toch? Niet de ouders, maar familie, toch? Volgens mij ouders. Voorzitter, jij is... Oké, jongens, dat is heel gezellig met mijn ouders. Het is nu
half acht. Dus wij gaan lekker eten bestellen. Want één dagje in de week even ongezond is niet erg. En dan ga ik de vlog hier weer afsluiten volgens mij. Heb ik deze vlog bijna alleen maar dingen gebakt. Gebakken en zo. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat zeker weer een reactie achter. Even je duimpje omhoog. En tot bij de volgende. Doei!